Hallo Jos, in dit filmpje ga ik je uitleggen hoe je met behulp van de GIMP, dat computerprogramma, zelf banners kunt maken en aanpassen voor op je website. Wat heb je nodig? Nou ja, het programma, de GIMP, je ziet het hier ook al in beeld staan. Je hebt natuurlijk nodig je website en wat je vooral nodig hebt, dat zijn afbeeldingen. En die heb ik hier ook nog staan. Dus hoe werkt dat nou? Nou, ten eerste moet je beginnen bij de GIMP. Hij is nu nog helemaal leeg. Het is waarschijnlijk even wennen, dit programma, want het bestaat uit losse onderdelen die echt los zijn. Je ziet het, dat kan wel eens wat onoverzichtelijk overkomen. Maar dit is eigenlijk, hier moet staan je canvas. En je hebt nog geen canvas, dus dat gaan we eerst maken. Dat doen we door te klikken op bestand en dan op nieuw. En dan kun je hier al aangeven hoe groot jij wilt dat jouw afbeelding gaat worden. En dat heb je nodig, want je weet namelijk de afbeeldingen van die kleine bannertjes. En die zijn 2100 bij 200 pixels, px. Je kunt andere dingen doen, maar hou het lekker bij de pixels. Heb je die twee getallen ingevuld, 2100, 200, dan klik je op OK. En je ziet dat hij hem hier perfect heeft aangemaakt. Dan ben je al heel ver. Ik wil er een plaatje in hebben. Ik zoek en ik kan hem hier vandaan pakken en hem erin slepen. En wat ook mogelijk moet zijn is bestand. Of is het bewerken? Plakken, kopiëren, plakken. Ach, ik kan van alles. Ik sleep hem er gewoon in. Lekker makkelijk. Ik kies even een random plaatje uit die er wel leuk uitziet. Daar. Ik sleep hem. Ik laat hem los. En daar staat hij. Nou kun je hier beneden, ik laat even een paar van de basisfuncties zien van het programma. Kun je in en uitzoomen. En dat kan handig zijn, want je ziet aan deze gele lijn, kun je zien dat de hele afbeelding er nog wel is. Maar hoe wil je nou verslepen? Als je hem vast gaat pakken en je begint, je ziet ik begin er overheen te tekenen, daar heb ik niks aan. Dus command Z is om gedaan maken. Dit was niet helemaal de bedoeling. Hoe kan ik het plaatje nou verplaatsen? Nou, je hebt hier aan de linkerkant heb je allemaal knoppen. En twee van die knoppen laat ik je even zien. De eerste is deze. Verplaatsen. Als ik die aanklik en dan pak ik dit beet, dan kan ik je afbeelding ook daadwerkelijk verplaatsen. En je ziet, het gedeelte dat zichtbaar blijft, is dat. Als ik hem wat kleiner wil maken, de afbeelding, dat is de tweede tool die ik je laat zien, dat is die. Dat is schalen, daar klik ik op. Dan klik ik op de afbeelding en dan krijg je dit. Je ziet ineens ook de hele afbeelding. Please doe dit niet. Dit zie je nog wel eens gebeuren bij Word documenten van, hij is te hoog. En dan gaan ze het plaatje zo bijschalen. Of ze gaan het met de hand proberen wat gelijk te doen. Dat lukt je nooit. Doe dat alsjeblieft niet. Resetten. Klik eerst dan even dit linkje aan. Dat betekent dat hij de lengte en de breedte altijd in dezelfde verhouding gaat zetten. Klik, dan zijn ze verbonden. Doe ik het nu, dan blijft hij altijd goed. Zo, dan kan ik er een beetje mee omspelen. Tot ik denk van, dit is ongeveer wat ik wil hebben. Hij staat nu natuurlijk helemaal niet goed. Maar dat kan ik zometeen met de verplaatstoel wel weer goed zetten. Ik wil zoveel mogelijk van mijn afbeelding in beeld, dus zoiets. Ben ik klaar, dan klik ik op schalen, dan doet hij het. Je zult ook zien, dan verdwijnt hij uit beeld, want hij zit hier nou onder. Maar hij is er nog steeds. Even geduld, daar is hij. Nou, weer de verplaatstoel. En dan zoek ik uit wat ik wil hebben. Nou, stel dat ik dit leuk vind, klaar. Zo ga je een beetje door tot het hier helemaal naar de zin is. Dit is uiteindelijk wat je moet hebben. Wil je dit nu opslaan? Dan kun je het op twee manieren doen. Je kunt het opslaan als een GIMP-bestand. Dat betekent dat je hier later weer terug kunt komen en dingen kunt aanpassen. Van, ik had toch liever dit gehad. Maar daarmee heb je nog geen plaatje. Als je een plaatje wil hebben, een plaatje wat je kunt gebruiken op je website, dan moet je dit bestand niet alleen opslaan, maar dan moet je het vooral gaan exporteren. En het geëxporteerde bestand, dat is het bestand dat je op je website kunt gebruiken. Ik leg even uit hoe je dat doet. Weer bestand, het gaat bijna allemaal via bestand. Daar staat al exporteren. Klik erop, dan krijg je dit in het scherm. Nou, dit zal je bekend voorkomen. Zoek de juiste map uit, daar kun je hem in opslaan. Hierboven geef het een naam, maar je bent dan nog niet klaar.
Je moet hem opslaan onder de met de juiste extensie. De juiste letters achter de punt. Die kun je hier gewoon intypen. Maar dat is niet de manier om aan te geven aan de software van hey, ik wil dat je het zo gaat opslaan. Dat doe je hier beneden. Het is een klein dingetje. Je ziet het makkelijk over het hoofd. Selecteer het bestandstype kun je doen. Je kunt het ook hier proberen te zoeken. Wat we zoeken is JPG. Daar staat hij. Je kunt hem dus hier vinden. Je kunt hem ook hier vinden. Op precies dezelfde manier zie je ook daar JPG staan. Welke je ook kiest, het maakt niet echt uit. Daarna klik je op exporteren en dan sluit je hem op als een afbeelding die je ook op de website kunt gebruiken. Goed. Dus, om dit soort banners te maken, kun je dat zo voor elkaar krijgen met behulp van de GIMP. Ik hoop dat het duidelijk was, George. Ik wens je heel veel succes toe met deze website.